Al sinds de elektrische bussen van Keolis rijden, zijn er problemen. Regelmatig vallen accu's uit met als gevolg dat de bus plotseling stilstaat, de verwarming niet werkt of het in- en uitchecken uitvalt. Zowel Keolis als de CNV, de vertegenwoordiging van de buschauffeurs, heeft er genoeg van. Peter de Ridder van de CNV is duidelijk. Maar ja, wat ook belangrijk is, dat de busbouwer, de Chinese BYD, wij vinden dat die zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Die heeft een schijnbaar prachtige offerte ingediend. Maar nu schijnen er toch allerlei mankementen boven tafel te komen die snel opgelost moeten worden. Vanuit China zijn nu monteurs naar Keolis gestuurd om de problemen te helpen oplossen. Maar het zal nog wel even duren voordat alle problemen opgelost zijn, aldus Peter de Ridder. Nou, wij gaan er al vanuit dat je toch wel even 6 weken verder moet kijken voordat alle problemen zijn opgelost. Ja. En dat je dan een keer kijkt van, komt er een duidelijke licht in de tunnel? De bussen blijven sowieso voorlopig volgens het vakantieschema rijden.